Ja, daar loop je dan met je vleespakket. De file voor de slagerij in Oene geeft al aan hoe populair het eten van wild is tijdens de kerstdagen. Mensen hier in de rij en niet te vergeten in de winkel hebben wel heel veel over voor een stukje wild. De wachttijden zijn lang. Ruim een half uur en dan ook nog een half uur rijden naar huis en een half uur heen. Maar het loont de moeite. Het wild, het neemt echt aan populariteit toe, ja, absoluut. Ja. Wild eten wordt dan steeds populairder, maar het is ook een echte traditie met kerst. Eentje die volgens kenners al eeuwen oud is. Het kerstmaal was in de middeleeuwen bedoeld om eens flink bij te eten, voordat de magere wintertijden aanbraken. Rijke mensen zorgden voor arme mensen. En boeren en mensen die een landgoed hadden, die stonden toe dat arme mensen, maar ook hun medewerkers, in deze tijd ook stroopten. Ik loop wel even mee. We stropen niet meer zelf, maar we hebben nog steeds het gevoel dat we wild vlees moeten eten. Ik wil hertenvlees hebben. Ja. En waarom wil je dat hebben? Ja, heeft mijn vrouw besteld. Dus niet het gewoon kometten, maar lekker uitgebreid koken. Maar hoe bereiden we dan dat speciale wild dat op eerste of tweede kerstdag bij ons op de eettafel komt te staan? Ja, ik zeg op de barbecue natuurlijk, lekker buiten met dit weer. Ja, kerstdagen je zou niet zeggen natuurlijk. Het is, hoeveel graden hebben we? 12 graden geloof ik nog. Dus ja, dat is te extreem. Maar op open vuur of op zo'n mooie barbecue kun je ontzettend goed je wild bereiden.